We hebben hier gewoon een doodnormale videoclip. Ziet er normaal uit. Krijg je opeens dit? Wat is dit nou weer? Dames en heren, daar zijn we weer. En vandaag gaan we kijken naar deel 2 van de documentaire Please Hate Me. Voor degenen die het helemaal hebben gemist, dit is een documentaire die gaat over influencers die dus gehaat worden. Onder andere, zoals jullie zien hier, Fabiola. Maar ook dus Jay Swartz, Lisa en Bella Arino. Maar goed, de vorige video werd zo lang dat ik maar besloot stoppen op de helft. Zoals jullie zien, we zitten echt zowat precies op de helft. Dus voordat je deze video bekijkt, moet je eigenlijk deel 1 hebben gezien. Deze video. Als het goed is, staat hierboven ergens ook een linkje. Dus ga die nou gewoon eerst kijken en kom dan terug. Maar naar de eerste video kreeg ik zoveel reacties. Hey, Hammy, maak nou gewoon deel 2. Ik drop deel 2. We zijn nieuwsgierig. En ik ben echt blij dat jullie het leuk vinden. Want ik vind het ook echt leuk. Als je de docu gewoon zelf wilt bekijken. De docu staat op Videoland. Dus Videoland, strijk mij niet. Kijk, ik heb promo gemaakt. We zijn Gucci. Maar ik zit alweer veel te lang te praten. We gaan gewoon beginnen. Orks in en let's go. Iedereen kan eigenlijk bekend worden. Maar het ook onderhouden, zeg maar. Omdat mensen niet je naam vergeten. Of ja, dat je nog steeds relevant bent. Er komt heel veel bij kijken. En soms maakt dat je ook echt uitgeput van, ik moet mezelf overtreffen, ik moet betere tracks maken, ik moet nog meer dingen doen om meer viraal te gaan, dus nog gekker doen, nog meer uit te kleren. En ik vraag me wel echt soms af van, waar is de grens? Kijk, ik denk dat dat het probleem is met al deze influencers, die zeg maar populair zijn geworden doordat ze eigenlijk worden gehaat. Het is zeg maar niet lang te onderhouden, want op een gegeven moment zijn mensen uitgekeken. De eerste keer is het inderdaad van, oh, wow, Fabiola twerkt naakt op straat. Na de 100ste keer is het gewoon van, oh, yo, Fabiola twerkt weer naakt op straat. Wat hij zegt klopt denk ik wel. Je moet steeds gekker gaan om relevant te blijven. Maar dat is denk ik ook het probleem. Zij willen zo graag relevant blijven. En de enige reden waarom ze relevant zijn is omdat ze gehaat worden. Dus nee, dat is niet chill. Maar aan de andere kant is het ook iets waar ze zelf voor hebben gekozen. Ze hebben ervoor gekozen om supersnel te groeien door gekke shit te doen. En dan kan je ook weer supersnel dalen als je geen gekke shit meer doet. En daarom maken wij gewoon YouTube video's. Ja! Is veel chiller, is veel chiller. Of misschien heb ik het gewoon chiller omdat jullie zo trouw zijn. Dank jullie wel. Hey. Kou voor jullie. Ik bedoel, oké. We hebben hier gewoon een doodnormale videoclip. Ziet er normaal uit. Krijg je opeens dit? Wat is dit nou weer? Hallo. Het past ook totaal niet bij de rest. Je hebt een redelijk professionele shoot. Opeens verticaal beeld met een jongen die zit te twerk. Waarom twerk ik? Stop. Het slaat gewoon nergens op. Hoe kan je dit zelfs verpesten? Hoe lukt het je om zo'n videoclip zo hard te verpesten? Ik heb een beetje een idee waarvoor je, zeg maar, gaat dit keer qua look. Ja. Is dat Fabiola? Natuurlijk. Huh? Is dit Fabiola? What the fuck? Dit keer wil ik het gewoon. Wat? Yo, ik dacht oprecht dat dit een compleet andere influencer was. Wat? Holy shit, ziet er hier anders uit. Ik herken haar niet eens meer. Toen ik gepest was, hield het me heel sterk vast van, oh, later kom ik er wel en later ga ik bekend worden, want dat was mijn passie. En dan zie je het wel. Van dat, daar hield ik me heel sterk aan vast van, het komt wel goed met mij, jullie gaan het zien. En het was een soort van uitweg. En ja, als ik ermee bezig was om optreden in mijn kamer, dacht ik even niet aan dat ik zo zwaar werd gepest en hoe moeilijk het had. Het hielp gewoon om mij, om me gelukkig te maken. Dus vandaar het zingen. Deze gedachtegang snap ik eerlijk gezegd niet helemaal. Ze werd gepest, wat natuurlijk echt kut is. Dat is niet oké. Maar dan denken ze dus van, oké, ik ga later gewoon bekend worden. Nou ja, dat is gelukt. Ze is bekend geworden. Maar nu wordt ze gepest door heel Nederland. Wat is de logica hierin? Je merkt wel dat ze er echt mee zit, inderdaad. Dat snap ik ook eigenlijk wel. Moest alleen eten in de wc. Ja, durfde niet in de kantine te zitten. Zo erg was het. Het was zwaar. En ik praat er ook echt niet graag over. Oké, wow, dat is wel heel heftig. Dat is heel heftig. Als je ineens in een kantine durft te eten, maar in de wc moet eten. Hey, wc's zijn vies, hè? Wc's zijn echt goor. Kijk, nogmaals, dat ze gepest werd, vind ik heel zielig. Dat ze vervolgens besluit bekend te worden om gepest te worden door heel Nederland, snap ik niet. Bruh. Ik zeg je eerlijk, ik vind deze look beter staan bij Fabiola. Mini Fabiola. Ik denk, als ik niet gepest zou zijn vroeger in mijn jeugd, dat ik hier veel onzeker met de haat zou omgaan. Dat ik niet zo sterk in mijn schoenen zou kunnen staan. En misschien al lang zou zijn gestopt. Dat denk ik wel. Ja, ik denk dat ik het al dan halverwege had opgegeven, eerlijk gezegd. Oh, dus basically, zij zegt, omdat ze zoveel is gepest, is ze nu gewend aan haat. Daardoor kan ze hiermee omgaan. Oké. Gewoon heel erg wat er is gebeurd. Tussen mij en Jay, en Jay het ook gewoon ontkent dat er iets is gebeurd. Ik ga helemaal kapot. Zoals jullie aan me zien. Het is niet zomaar een meisje voor mij geweest.
Dat was echt een fout waar ik van hield. Yo, yo, hey. Zij praten zo serieus, maar ik weet niet waarom. Ik moet gewoon de hele tijd bijna lachen hiervan. Maar gewoon vooral omdat ik deed het terugdenk aan wat ze zeiden. Oh ja, ik en Lisa staan er echt bekend om als een power couple. Vervolgens zien we dit. Echt alle jongeren weet over die ruzie. Dat was echt zo viraal gaan. Dat was echt niet normaal. Yo, ik zeg je heel eerlijk. Ik heb geen idee van deze ruzie. Dit is de eerste keer dat ik erover hoor. En toen gingen we wel op het einde echt. Gingen we echt van, oké, we gaan het echt ophypen even. Gingen we live. Oké, het echte verhaal komt nu online. Ja, en dan ontploft het echt. Ja. 20.000 live kijkers. Ja, was ziek. Ja, door de ruzie is eigenlijk wel echt het punt gekomen dat iedereen dacht dat het alles fake was, zeg maar. Wauw! Wacht, wat? Kijk, ik ken het verhaal eerlijk gezegd zelf niet. Maar hebben ze nou serieus een nep ruzie bedacht waarin Jay Lisa zogenaamd had mishandeld voor views? Wat? Als dat zo is, is het echt heel fucked up. Maar goed, zoals ik eerder zei, ik ken deze ruzie niet. Ja, bij ons wordt er vaak gesproken of iets echt of nep is. Maar ja, om het een beetje spannend te houden, praten we daar dan niet te veel over. Hun mogen bepalen of het nep of echt is. En dat maakt toch wel weer dat mensen blijven kijken naar je dingen. Oké, okay, basically, het antwoord is, alles is nep. Ze zeggen het alleen niet omdat mensen dan minder geïnteresseerd zijn. Maar alles is waarschijnlijk nep. Anders zou je toch gewoon zeggen van, yo, alles is echt. Ja, mensen mogen zelf bepalen of alles echt of nep is. Nee, dan is alles gewoon nep. Wow, wat een wind. Ja, dit gaat hopelijk wel goed. Pa, en zou jij hem zo vasthouden? Ja. Die gaat wel de lucht in, hoor. Komen jullie? Ja, ik plaats wel soms foto's met mijn broertje Quincy. Ja, de haat die ik krijg, heb zeker wel een doorwerking op zijn leven. Want hij wordt dan daardoor ook gehaat, terwijl hij er niks aan kan doen. Wat een downie, wat een mogol. Ja, dat doet mij wel weer pijn. En daar word ik wel echt boos van. Ik voel wel natuurlijk verantwoordelijkheid om hem in bescherming te nemen en minder te delen op mijn social media account. Want ik weet, ik heb haat. En als ik hem deel, natuurlijk echt een haat. Ken je dat broertje haat krijgt? Vind ik echt zielig voor hem. Vind ik echt zielig, verdient hij niet. Maar als jij weet dat jij zeg maar echt super erg gehaat wordt, hè, zeg maar, zo'n heel Nederland haat je of zo. Nou ja, dat is misschien overdreven, maar ja, je weet wat ik bedoel. Waarom denk je dat het een goed idee is om je broertje te delen? Ik zou dan zeg maar juist hem buiten beeld laten. Dan zie je toch zeg maar wel aankomen. Ik zit wel een beetje nu in een middensplitsing van, ga ik die wilde Fabiola aanhouden? Of ga ik meer naar de liefdevolle kant, rustiger kant? Of ja, de iets normale kant, wat ik meer in het dagelijks leven ben natuurlijk. Ik denk wel dat ik wat water bij de wijn moet doen. Om bij de beeld te horen wat gerespecteerd wordt in Nederland inderdaad. Kijk Fabiola, als je dit ziet, ik zou inderdaad gewoon stoppen met die bullshit. Want ik zie gewoon, je vindt het zelf niet eens leuk. Stop met die bullshit, doe gewoon waar jij lekker zin in hebt. En mensen gaan je vanzelf wel minder haten. Als dat is wat je wilt, hoop ik, denk ik. Hoe? Ik weet wel hoe me normaler gedragen op social media. Ik weet donders goed hoe, maar ik weet niet of ik dat wil. Maar ik zou het wel kunnen doen. Ja, dat is de grote vraag. Wil je het? Want het is volgens mij heel makkelijk om niet meer naakt op straat te gaan twerken. Ik heb echt trek in sujuk, mensen. In een lekkere sujuk van een lekkere Turkse gast of zo. Ik weet niet wat het betekent, maar sucuk. Ik hoop dat het niet iets smerigs is. Ik hoop alsjeblieft dat het niet iets smerigs is. Is er geen een of andere hater die live wilt komen? Ik heb even zin in sensatie. Gaan jullie me sensatie geven of gaan jullie slapen? Dan kan ik beter net zo deze fucking livestream beëindigen en niet mijn tijd verspillen. Ik begrijp deze mensen echt niet. Ik begrijp deze mensen zo erg niet. Aan de ene kant zijn ze van, mensen haten op me omdat ik gewoon doe waar ik zin in heb. Aan de andere kant zijn ze van, hey, kom maar haat in mijn livestream, anders kan ik net goed slapen. Hey, haat me dan. Het IQ van al deze mensen is volgens mij ook gewoon zo laag. Waarschijnlijk begrijpen ze zelf niet eens wat ze zeggen. Hallo. Hi, met wie spreek ik? Wat is dit? Mag ik nog één ding vertellen? Wat moet je? Luister je? Nee, ik hoor je. Nou, ik ga het je vertellen, goed? Ik hoor je. Ik luister niet, maar ik hoor je. Nou, je bent kanklelijk. Dank je wel. Waarom gaat hij dan gelijk weg? Ja. Echt zo, wauw. Armoedzaaier. Hé, hey, luister. Jij gaat precies tomaten plukken, hè, in je toekomst. Psst. Nogmaals, dit is zo raar. Je gaat dus gewoon live om haat te krijgen en dan... Wat? Angelique, zou je met mij live willen komen, schatje? Nou, gaan we allemaal Angelique taggen. En in de reacties even laten weten wat voor een schijnheilige bitch zij is.
En de Facebook stalken als ze niet nu live komt. Ja, ik krijg hier echt hele slechte vibes van. Aan de ene kant is hij van, ja, mensen vallen me de hele tijd lastig, dit en dat. Aan de andere kant zegt hij nu tegen zijn volgers, hé, begin haar te stalken als ze niet live bij mij komt. Hij zegt gewoon letterlijk, ga haar lastig vallen. Terwijl hij eigenlijk moet weten hoe kut het is om lastig gevallen te worden. De wifi is zo slecht dat je foundation groen uit is geslagen op je gezicht. Wauw, dit is de beste comeback ooit, wauw. Nou mensen, ik wou vandaag een beetje haat en ik heb het gekregen. Dus dank jullie wel. Hé, deze mensen zijn gestoord, man. Deze mensen zijn echt gestoord. En wat is mis met jullie? Is het waard om in de schijnwerpers te staan als je in je echte leven zo vaak echt bedreigd voelt? Ik ben al zo diep erin dat ik er niet meer uit kan. En dat is ook de reden waarom ik blijf doorgaan. Want ja, waar heeft het me gebracht als mens zijnde? Ben ik er beter door geworden, ja of nee? Ik denk persoonlijk nee. Ik denk dat hij daar toch wel gelijk in heeft eigenlijk. Ook al probeert hij zijn image te verbeteren, mensen zullen hem alsnog altijd zien als die guy uit deze videoclip. Ik zie je haten op mij, stiekem wil je bij me zijn. Maar ja, uiteindelijk moet je gewoon doen waar je zin in hebt. Als jij zin hebt om normaler te doen, yo, waarom niet? Als je daar geen zin in hebt, oké, ja, prima, ga lekker door. Maar ja, jij wordt wel gehaat. Het is alleen maar slechter met me gegaan eigenlijk. Maar het is het wel waard voor mij, want ik zou sowieso niks anders en liever willen dan dit. Mijn hersenen! Deze mensen! Begrijpt iemand wat er uit de mond van deze mensen komt? Ja, ik ben er eigenlijk alleen maar slechter op uitgegaan, maar het was het wel waard. Hoe is dat het waard? Er klopt letterlijk niks van wat uit hun mond komt. Ja, het is een beetje borderline. Ik snap dat jullie een beetje denken van, huh? Ik ben er heel dubbel in, snap je? Een beetje, huh? Weet je hoe het er naartoe gaat in mijn hoofd? Mijn hoofd begrijpt hier letterlijk helemaal niks van. Kijk, deel 1 van deze docu vond ik oprecht heel interessant. Door deel 2 ben ik eigenlijk alleen maar meer in de war geraakt. En we moesten gewoon stoppen met deel 1. Deel 1 was genoeg. Haat heeft altijd in mensen gezeten en heeft met een telegram of met moord. Nee, wauw. Je ziet de mensen gewoon letterlijk hun hand voor de ogen doen. Hé, dat hoeven we niet te zien. Oké, maar wacht, welke mogol gaat ook weer dit doen? Midden op straat. Please hate me tattoo. Wow. Negatieve aandacht is zeker beter dan geen aandacht. Want als je geen aandacht hebt, dan ben je ook eigenlijk niks. Ja, ik denk dat ik ook wel dan negatieve aandacht belangrijker vind als geen aandacht. En ik heb er gewoon voor gekozen en Jay ook. Dus ja, dan negatieve aandacht. Wauw, zij zijn zo aandachtsgel. Negatieve aandacht is beter dan geen aandacht, omdat je anders niks bent. Luister, aandacht is niet alles in de hele wereld. Nou ja, tenzij je aandachtsgel bent. Hun hele perceptie is zo fucked up. Maar ja, dan wel natuurlijk het liefst zoveel mogelijk. Oh nee, niet die clip, nee, die clip. Nu best wel hoog, dus dan heb je die haat wel, moet je dat ook wel hebben. Want als je niet gehaat wordt, doe je ook niks goed, vind ik. Ik word gewoon dommer en dommer en dommer van het luisteren naar deze mensen. Als je geen haat krijgt, doe je het niet goed. Hey, sorry boys, het spijt me. Ik doe het al die tijd al niet goed. Het spijt me. Haat ons met heel je leven. Jullie mogen zoveel haat als jullie willen. Het raakt ons niet echt. En ja, doe je ding. Wacht. Ze zeggen nu, hey, haat ons zoveel als je wilt. Het doet ons helemaal niks. Ik weet volgens mij nog heel goed. Na de eerste video die ik over hun maakte, was hun reactievideo gelijk van, oh mijn pestels. En dan praat ze nu zo, hè? Blijf lekker doorhaten. Want dan over een paar jaar rij ik in mijn Porsche. En dan zwaai ik wel even als ik je tegenkom. Oké, maar goed mensen. Ja, dat was eigenlijk voor deze docu. Ik vond deel 2 eigenlijk, kut. Eigenlijk echt heel kut. Omdat er echt alleen maar onzin uit al hun monden kwam. Laat trouwens ook even weten in de comments wat jij hiervan vond. Maar goed, ik hoop dat jullie het wel alsnog leuk vonden. Like de video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.